Ja, Jeroen Veldmaten, ze zeggen wel één puntje uit twee wedstrijden. Maar je treft wel de nummer 3 en nummer 5 nog in die twee wedstrijden. Dus het wordt nog een zware pot. Natuurlijk. Maar ja, wat iedereen zegt, dat maakt ons niet zoveel uit. Wij willen gewoon 2 keer winnen. Dus dan niet 1 punt, maar we willen graag 6 punten. Beseffen jullie in de groep eigenlijk wel wat jullie allemaal hebben gedaan dit seizoen? Vooral na het begin van het seizoen. Oh, ik weet niet of het besef daar helemaal is. Of dat we vinden gewoon dat wij dit ook moesten bereiken. Dat gevoel heb ik eigenlijk meer. Kijk, natuurlijk heb je na zo'n beginfase wel zo van, oké, welke kant gaat het op? Alleen, ja, ik heb nooit het gevoel dat het vertrouwen er zeg maar niet was. Gewoon helemaal niet, dat heb ik nooit gehad. Maar ik heb meer het gevoel zo van, ja, dit is ons niveau en het hoort zo te zijn. Meer dat. Ja, mijn doelstelling is bereikt, promotie. Maar nu wil je natuurlijk meer. Ja, nee. Emma is nog nooit op de nummer 1 geëindigd, dus... En dat staat natuurlijk ook gewoon veel mooier. Als jij, stel je wordt tweede, dan promoveer je natuurlijk alsnog. En dat is top. Dat is ook het doel. Dat blijft ook zo. Dat hebben we bereikt. En daar zijn we heel blij mee. Maar dan sta je altijd in de boeken als je bent tweede geëindigd en je bent gepromoveerd. En nu dan, mochten we het halen, dan ben je gewoon echt de beste. Ja, en 2 keer een feestje is altijd mooier dan 1 keer natuurlijk. Ja, nou, dan heb je nog een pluspunt wat erbij komt. Ja, we willen heel graag weer een feestje vieren met de supporters. Als je kijkt naar de wedstrijd die jullie thuis tegen Eindhoven speelden, die verloren jullie met 1-0. Er waren 4 spelers van nu, die nu elke week in de basis staan, die toen ook in de basis stonden. Een heel andere SCM nu. Ja, we zijn wel ontwikkeld inderdaad. Nee, dat klopt. We zaten toen echt nog in de... Ja, in de periode dat we eigenlijk elkaar aan het leren kennen waren, zo voelde het in ieder geval. En die wedstrijd hadden we gewoon moeten winnen. Ik weet dat er 0-1 op de borden stond, maar ja, als je alles bij elkaar optelt, de statistieken, het wedstrijdbeeld, ja, dan sloeg het helemaal nergens op dat wij met 0-1 verloren. Ja. Maar goed, dat was wel in die periode soms het geval, of vaak het geval. Ja, en daarna zijn we wel meer naar elkaar toe gegroeid. Steeds meer weten wat we van elkaar willen en hoe we dat willen. En buitenlandse jongens die hier steeds meer gewend raakten. Ja, dus we zijn gewoon beter geworden. Hoe kijk je nu naar FC Eindhoven? Nou, ik vind het nog steeds een hele verrassend goede ploeg. Met een spelsysteem wat niet superveel gespeeld wordt in Nederland. Heel veel variatie voorin. 3 jongens die een beetje door elkaar heen lopen en daarvoor het gevaar zorgen. Heel energiek ploegje, dus elk jaar zie je wel een ploeg in onze competitie nu die verrast. En het was een keer Top Os, het was een keer Telstar en dit jaar is het FC Eindhoven. Ja, en opvallend aan hun ook, jullie krijgen ook heel weinig goals tegen, het minste van hele KKD. Maar dan komen zij met de minste goals tegen. Ja, dat staat daar ook gewoon stabiel. Ja, ik denk persoonlijk dat hun trainer daar ook wat mee heeft te maken. Die is natuurlijk ook... jarenlang een verdediger geweest die het ook moest hebben van inzicht en duels en dicht bij elkaar spelen. Nou, dat zie je dat hij daar ook van heeft gemaakt. Spelen zij verdedigend, vind je? Of hebben ze ook genoeg een aanval? Nou, verdedigend wordt er niet echt gespeeld, vind ik. Het ligt er maar net aan wat een tegenstander jou soms ook oplegde. Als wij goed zijn, dan zullen zij morgen veel gaan verdedigen. Maar zij hebben ook echt wel de intentie om vooruit te gaan. Waar kunnen jullie hun pakken? Ja. Of waar kunnen jullie hun pijn doen? Ja, dat is ons eigen spel, onze eigen kwaliteiten. Ik hoef het niet te veel te hebben over punten die zij minder kunnen. Het gaat meer over onze sterke punten. Individuele acties, balvaste spits, veel jongens die kunnen scoren. Corners die over het algemeen vrij succesvol bij ons zijn. Een hele stabiele verdedigende organisatie. Daar kunnen we ze pijn mee doen. Jullie zijn als team heel stabiel vergeleken met hun. Zij zijn niet zo stabiel als jullie. Nee, ik denk dat geen enkel team zo stabiel is als ons. Dat zie je ook aan de cijfers, maar dat aan de data, aan de kansen tegen ons, aan de doelpunten tegen natuurlijk. Ja, dat is niet gelogen. Dat staat gewoon. Vroeg scoren zal heel belangrijk zijn, denk ik. Ja, dat zullen we nooit wegnemen. Nee, heel graag zelfs, want dan moeten zij ook weer meer komen. En kunnen ze niet in de verdedigende organisatie de hele tijd blijven staan. Maar moeten ze ook. Dat zou super zijn. Maar als dat niet gebeurt, blijven wij ook wel geduldig volgens mij. Een puntje hebben jullie genoeg aan. Maar hebben jullie een ploeg die op een gelijkspel kan spelen? Ik denk het niet.
Nee, in principe niet, nee. Nee, we hebben genoeg jongens die vooruit willen. Alleen wat je ook wel zag, bijvoorbeeld tegen Dordrecht, en toen stonden we dan 1-0 voor, of 0-1, is als er verdedigd moet worden, dan kunnen wij dat ook. Succes morgen. Dankjewel.